Wij zijn de rol van deze verdachte nog aan het onderzoeken. Wij verdenken hem in ieder geval van medepleger, dus dat hij betrokken is geweest. En dat is onder andere vanwege het feit dat hij dus die open combo in gebruik had. En dat is de open combo waarin bloedsporen van Dirk Wiersum zijn aangetroffen. En die ook op camerabeelden te zien zijn op de dag van de moord. Het Openbaar Ministerie zegt dat mijn cliënt de gebruiker was van die combo. In ieder geval voor en ook op bepaalde data na de moord. Dat klopt ook wel. En hij zegt ook, ja, die auto die is niet van mij. Die leen ik zo nu en dan. En dan voor hele alledaagse zaken zoals het wegbrengen van grof vuil of het bezoeken van een festival. Maar uit niets blijkt dat mijn cliënt betrokken is geweest bij, of de bestuurder is geweest van de combo ten tijde van de moord. Hij heeft heel veel verklaard, hij heeft uitvoerig verklaard en hij heeft geprobeerd antwoord te geven op de vragen die de politie had. En kern van wat hij heeft verklaard is dat hij zegt, ik ben er niet bij betrokken. U zegt, er is contact geweest met Dirk Wiersum door iemand met een bepaald telefoonnummer. Kunt u dat eens toelichten? Wat voor contact is dat geweest? Ja, wij kunnen op dit moment niet heel veel zeggen over wat voor contact dat is geweest. Maar het is iemand die in ieder geval meerdere keren contact heeft gezocht met Dirk Wiersum. Dat contact is in eerste instantie niet... er is geen contact geweest omdat hij op dat moment in het buitenland verbleef. Maar later hebben er ook daadwerkelijk telefoongesprekken plaatsgevonden. En wij willen natuurlijk weten ook van de verdachte, hè, waarom hij in contact zat met de persoon die op zijn beurt contact zocht met Dirk Wiersum. Ja, want weet u wie die persoon is die contact heeft gezocht met Dirk Wiersum? We hebben op dit moment een telefoonnummer. Wij doen nog wel onderzoek naar meerdere verdachten. En het ligt ook in de lijn de verwachting dat die binnen niet al te lange tijd zullen worden aangehouden. Maar concrete uitspraken over wie die verdachten zijn, om hoeveel verdachten het vergaat, kunnen we op dit moment niet doen. Je kunt ook strafbaar zijn door op afstand, zeg maar, samen te werken met de uiteindelijke schutter in dit geval. Alleen er moeten daar wel sterke aanwijzingen voor zijn. En ik vind dat die ontbreken. Ja. Aan de andere kant wordt je cliënt in verband gebracht met deze zaak door die witte appelcombo. Dus zegt justitie, hij heeft er wel iets mee te maken. Nee, ik snap ook wel dat hij in beeld is. Dat zou ik als politieagent ook doen. De eerste die ik zou ondervragen zou de man zijn die, waarvan je denkt, nou, die zit in die open combo. In ieder geval pak een beet een paar dagen daarna. Alleen dat is natuurlijk nog niet bewijs. Nou hebben we het niet over bewijs, maar sterke aanwijzingen in het kader van voorlopige hechtenis. Maar zijn dat wat mij betreft nog geen sterke aanwijzingen dat hij dus ook iets met de moord te maken heeft? Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van niet, zeg ik dan maar even zo. U bent de advocaat van Guillermo B., maar u bent ook strafrechtadvocaat. Hoe is het voor u persoonlijk om deze zaak te doen? Nou, hoe het voor mij persoonlijk is, primair sta ik hier als advocaat en niet als Van der Goot. Principieel is het allemaal niet zo moeilijk. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is echt zo. Want principieel, na die schokkende gebeurtenis op 18 september, vind ik dat in een democratische rechtsstaat iedereen, wie het ook is en waar die ook van verdacht wordt, recht heeft op adequate rechtsbijstand. Dus ook, misschien wel juist ook, deze cliënt die ik nu bijsta. Aan de andere kant, als het zo is, zoals het misschien is, namelijk dat Dirk Wiersum om het leven is gebracht omdat hij advocaat was, omdat hij zijn werk deed, ja, maakt dat het, los van alle dramatiek die er sowieso al is bij een levensdelict, het nog extra dramatischer. Want dan is het ook een vakbroeder, dat was hij natuurlijk, en dat maakt het wel wrang. Maar mijn cliënt is nog slechts verdachte. Voor mijn bijstand maakt het ook niet uit. Ik doe met dezelfde passie deze zaak als de bijstand in een andere zaak. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen, deze zaak is er 13 in een dozijn. Dat is natuurlijk niet zo. Kijk alleen maar naar de locatie waar deze zitting wordt gehouden. De media die op deze zitting afkomt. Dus het heeft wel een bepaalde lading. Maar goed, voor mijn bijstand maakt het niet uit.